Het is donderdagavond en dan noemen we altijd gezellig alsof het al weekend is. En ja, onder het mom van wij willen ook gewoon gezellig drinken op werk. Ja. Wij hebben vandaag een cocktail shaker hier in de studio, namelijk Thomas Datema. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, ik vind het gezellig dat je hier bent, want je hebt zeg maar al een hele tafel hier uitgestald. Daar gaan we het zo meteen zeker even over hebben, want je gaat hier ook cocktails voor ons shaken in de studio. Dat klopt. Ik ga 2 cocktailtjes voor jullie maken. Ja, leuk man. En zeker, dat is de bedoeling. Dat is een goed begin van de donderdagavond, ja. Dacht ik. Ik ga zo meteen beginnen met een cocktail die op dit moment heel populair is. Laten we eerst even beginnen. Cocktail shaker van beroep. Dat wil ik eerst even weten. Is dat een volledige baan van je? Nee, dat doe ik eigenlijk naast mijn studie. Ja. Ik doe het nu 3 à 4 dagen in de week. Ja. En een beetje begonnen als hobby. En van hobby uitgegroeid tot steeds meer mijn werk. En werk naast studie. En inmiddels is het studie naast werk. Maar ja, uit de hand gelopen hobby. En ooit begonnen met vakantie. Wat en, grappig. Ja, zodoende eindig hier. Nou, ik zou zeggen, begin even met de eerste. Wat ga je voor ons maken hier? Ik ga een drankje maken dat op dit moment heel populair is. Ja. De Pornstar Martini. De Pornstar Martini? Ja, de Pornstar Martini. Ja. Helaas is er niet een heel juicy verhaal achter te verzinnen. Het is, hij wordt zo genoemd vanwege de passievrucht die erin zit. En de passie waarmee de originele barman die hem bedacht heeft hem gemaakt altijd maakte. Okay, ja. Hij klapt je nu een ei kapot op het glas. Ja, dat klopt. Ik doe er een beetje eiwit in. Ja. Het voordeel van eiwit is dat als je het opklopt, dat je een ontzettende schuimkraag krijgt. Oké. Okay. En het zorgt voor een beetje een romige textuur in het drankje. En ja, dat is heel erg lekker. Dus, en het ziet er heel vet uit, wat natuurlijk ook wel belangrijk is. Ja, Rens, beschrijf eens even wat je allemaal ziet. Wat hij aan heeft gewoon net dus gewoon het eiwit in het, of het eigeel, tenminste, dat, hoe heet dat? Dooier. De dooier, nee, de dooier juist niet. De dooier, Rens heeft hij erin gegooid. Ja, precies. Ja. En wat ga je er nu aan toevoegen? Ik ga er nu vanillesiroop aan toevoegen, zodat hij wat zoetiger wordt. Wat een topbaan hebben wij, hè? Zo, sorry. Echt wel. Sorry als je nu zit te luisteren en denkt van... Ik weet niet of de baas dit weet, trouwens. Die weet het niet, maar als je nu zit te luisteren en denkt... Wat heb ik hier? We gaan zo meteen ook even alle receptjes even online gooien. Zodat je het zelf ook kunt maken, dit zijn zeg maar. Dingen die je thuis ook wel kunt maken, toch, Thomas? Ja, ik heb de recepten zo uitgekozen dat dingetjes zijn die je vrij makkelijk ook thuis zou kunnen doen. Kijk. Als derde ingrediënt neem ik een beetje passievruchtsiroop. Wat natuurlijk ervoor zorgt dat het wat frisser wordt en een lekker smaakje krijgt. Het allerbelangrijkste natuurlijk, de wodka. De wodka! Precies. Moet er nou veel in? Kan ik hier nou snel dronken van worden ook? Ja, jij wel, denk ik. Ja, ik denk als je er hier een stuk of 3-4 van wegtikt met een tempo, dan wat op zich redelijk makkelijk lukt, want hij drinkt wel makkelijk weg. Dan heb je hem redelijk zitten, denk ik. Oké. Okay. Oh, maar nou, jongens, het is, ruikt lekker. Ja, ruikt het lekker? Het ruikt echt heel lekker. Gewoon heel vers. Ja, dat is ook de bedoeling. Altijd verse ingrediënten, dan smaakt het lekker. En dan nu? En dan nu limoensap. Zodat hij lekker fris wordt. In een cocktail moet je altijd een beetje zoet hebben, een beetje zuur hebben en een beetje bitter hebben. Ja. En als dat in balans is, dan heb je eigenlijk altijd wel een goede cocktail. Nu wordt de limoen fijn geperst. Wordt het sap eruit geperst? Dat klopt. Helaas zijn het een beetje kleine limoentjes. Dus het komt het ziet er wel goed uit allemaal, hoor. Krijg je er dorst van? Ik krijg, ja. Je kan ook gewoon meekijken, hè? Slam TV. Kijk even mee. Slamfm.nl of Slam TV. Daar kan je meekijken. Op dit moment de cocktail wordt bereikt en... die wij zo meteen gaan proeven. En nou ja, het ziet er... Precies, we gaan hem zo lekker koud shaken met heel veel ijs. Met veel ijs, oké. Ja, hoe meer ijs, hoe minder het verwatert. Dus hoe minder water er in je drank zit, hoe sterker die eigenlijk is. Want het is de bedoeling dat hij heel koud wordt en een heel klein beetje verwaterd. Zodat het scherpe randje van de alcohol een beetje weg is. Maar je wil natuurlijk ook niet dat je een heel waterig drankje hebt waar je niks aan hebt. Dus ik ga hem nu vullen met ijs. Ja. En dan gaan we shaken. Oké, nou, dat shaken nog even horen. Dan bewaren we zo meteen het proeven even voor zo meteen. Precies. Maar dat shaken in ieder geval, dat vind ik nog wel even leuk om te horen. Er gaat trouwens wel een hoop ijs in, hoor. Ja, dat is toch lekker, joh. Ja? Ja, het is donderdag, hè. Kijk, daar gaat de shake. Nou, daar gaan we. Dat zei. Kijk. Dat echte shake geluid hier. En nou heb je een cocktail, of niet? En nou heb je een cocktail. Nou, dan gaan we hem zo meteen eventjes proeven. Dus genoeg geluld, ik wil gewoon proeven. Ik wou zeggen, gewoon drinken, jongens. Gewoon aan de zuip. Even kijken. Tijd om te proeven. Het is wel moeilijk drinken in zo'n groot glas. Dat is lekker. Ja? Heel lekker. Het smaakt een beetje naar... Ja, wacht. Nou, vertel ik even waar... Eerst even nog eens. Even goed een slokje nemen, hoor. Je ziet die jongen ook steeds gelukkiger worden als hij een slokje neemt. Ja, het is echt heel lekker. Het smaakt een beetje naar... Nou, heel erg die passievrucht komt erin terug. En dan die wodka gewoon op een goede smaak erin. En een beetje... Het heeft ook weer iets weg van een split-ijsje of zo. Als ik het goed zeg. Ja? Split-ijsje? Ja. Het heeft gewoon echt lekker die fruitige smaak erin. Echt... Nou, gewoon je proeft niet eens bijna niet eens de alcohol. Het gaat gewoon lekker erin. Top. Het is echt lekker. Ja.
Mooi, dat was het bedoeld. Nee, helemaal goed gekeurd. En we gaan even het recept hiervan online knallen. En op onze gewoon Twitter. Gewoon via Instagram, Twitter, komt er.